De eer van kokos wordt hersteld. De kokosindustrie in Suriname is door de jaren heen erg achteruit gegaan, met als gevolg heel oude en verwaarloosde aanplantingen. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, blaast weer nieuw leven in de sector met behulp van de Caribbean Agriculture Research and Development Institute, CARDI. Dit instituut ondersteunt reeds geruime tijd het ministerie met de herleving van onze kokosindustrie. Een delegatie van CARDI was in Suriname om het verloop van het regionaal kokosproject Coconut Industry Development for the Caribbean te controleren. I'd like to acknowledge the funding support we've been getting from the European Union and the ACP. The International Trade Center, along with CARDI, are the implementing agents for this project. De kennisoverdracht is zeer belangrijk en we willen ook de schooljeugd meenemen. Ik bedoel, tenminste twee dwerg of drie dwergbomen zullen moeten staan op die scholen, zodat die kinderen ook in die belangstellingssfeer worden gebracht. Ze ook te leren hoe om te gaan met die kokosplant, hoe het te verzorgen. En daarnaast zullen we ook simultaan ook nagaan hoe wij de bestaande kokosarealen, kokosperceel, kokosgronden kunnen de aanplanten kunnen rehabiliteren. En daarnaast zullen we sowieso over moeten gaan tot het aanleggen van jonge aanplanten. Ik denk dat de bestaande wij sowieso willen gaan moeten herstellen. En tegelijkertijd zeg ik dat we dan naar andere locaties moeten gaan uitkijken waar wij die jonge aanplanten kunnen aanleggen. En daar waar die rehabilitatie plaatsvindt, dat wij ook tussendoor die jonge plantjes kunnen stoppen in de grond. Er moet goed plantmateriaal worden aangemaakt op de kokoskwekerijen. Een ander vereiste voor een succesvolle herleving van de kokosindustrie is goede kennis om eventuele ziekten en plagen te herkennen en deze te bestrijden. Hierin biedt CARDI de helpende hand. We hebben in alle districten waar kokos een belangrijke rol speelt, een nursery opgezet. Het is al genoemd, Prokopondo, Koroni, Wanika, Saramaka en Para. Waarom een kokosnursery? Om je aanplant uit te breiden heb je goed plantmateriaal nodig. Het is een pilot nursery, dus om de mensen te wijzen hoe je dan plantmateriaal moet aanmaken. En dan ook eigenlijk voor plantmateriaal te zorgen. Het is niet de bedoeling dat dat alleen de overheid dat alleen gaat doen, maar mensen dan de particulieren overnemen. The project has four components. The first addresses the issue of market development and product development, product diversification of the coconut product, of the coconut crop. Of course, you know, coconut as a tree has many, many uses. The second component looks at production systems, varieties, different types of intercropping systems, group support that facilitates this process, and pest and disease management. Het ministerie van LVV zal de samenwerking met CARDI verstevigen. Er zijn reeds gesprekken gevoerd met diverse stakeholders en andere instanties. CARDI hoopt op goede resultaten vanuit Suriname, want middels de export van kokosproducten kan onze economie versterkt worden. De staat Suriname zal op 28 februari aanstaande in Genève deelnemen aan de constructieve dialoog met de UNCDAW-commissie. Omdat in Suriname het genderbeleid een aangelegenheid is voor het bureau Genderaangelegenheden, is voor een goede voorbereiding een mock-sessie georganiseerd. De mock-sessie staat bekend als een simulatiesessie waar het bureau de vertegenwoordiging voorbereidt op wat er eventueel ter sprake kan komen. Gisteren was dus een simulatie gehouden van de constructieve dialoog die zal plaatsvinden op 28 februari in Genève, Zwitserland.
tijdens deze dialoog zal het landenrapport, het CEDAW-landenrapport, het vierde tot en met zesde gecombineerde CEDAW-landenrapport zal besproken worden in een dialoog tussen de staat Suriname en de UN-CEDAW-commissie. En voor een goede voorbereiding was het naar onze mening nodig dat we deze simulatie zouden houden, zodat we weten als land waar we staan en hoe goed we ons nog moeten voorbereiden. Na de simulatie is de volgende dag door het bureau Genderaangelegenheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken een evaluatiesessie gehouden om de resultaten van de MOC-sessie te bespreken. En dan zullen wij dus van de facilitators, en de facilitators waren dus afkomstig van de UN, zijn twee experts die al eerder MOC-sessies hebben gehouden in het Caribisch gebied. Zij zullen dan hun bevindingen met ons delen. Maar wat ik nu al kan aangeven is dat we ons nog wel degelijk goed moeten gaan voorbereiden. Bacano tabuliso. Beno tabuliso. Stimuleren van het ondernemerschap is een van de doelstellingen van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme. In haar streven dit te realiseren, krijgt het ministerie onder andere van gevestigde bedrijven ook medewerking. De Surinaamse brouwerij is één hiervan. Onlangs opende de Parbo Brouwerij haar zesde toeristische outlet, deze keer de Atjoen. No aba timba kishi timba. Meni me yakoga kae takiema. Het zag er niet zo mooi uit. Er werd van alles daar gegooid. Het was gewoon een rommelhok. Ik ben gaan bestuderen hoe ik dit ding tot iets kan maken. Ik heb een verzoek ingediend bij de DC en mijn plannen bij hem voorgehouden. Het was toen DC Jurel. En op een gegeven moment gaf hij ook groen licht. Van kom met je plan, laat me zien wat het is. En dan kunnen we kijken wat we kunnen doen. Heb ik dat allemaal op papier gezet voor hem. En uiteindelijk heeft hij de groen licht gegeven. Heb ik Parbo benaderd, omdat ze al reeds bezig waren in het gebied. Om kleine ondernemers te stimuleren met hetgeen waarmee ze bezig zijn. En ze hebben ook groen licht gegeven. En ze hebben ook deels geholpen tot het stand brengen van dit pier vandaag. Het Route to Market project is eigenlijk een interne projectnaam. Die gaat over onze strategie om samen met lokale ondernemers op bepaalde plekken langs de Surinaamse rivieren horeca-outlets te bouwen met een terras met uitzicht op de rivier. Om daarmee dan het toerisme te stimuleren en met de stimulatie van toerisme gaan wij natuurlijk wel wat, ook hopen wij dan ook wat bier verkopen. En daarmee gaat ook de lokale ondernemer geld verdienen. Atjoni is een plek waar ik denk de meeste toeristen van Suriname komen. Ja, want via hier moet je naar die toeristenorde gaan. En ze nemen sowieso een tussenstop. Je komt niet en stap uit de auto en dan ga je gelijk in de boot. Ja, je gaat ergens moeten zitten. En ik heb ook gedacht om het zo toeristvriendelijk mogelijk te maken, aantrekkelijk te maken voor de toeristen, zodat ze een plek hebben om te kunnen wachten op de boot of op hun auto om verder te kunnen gaan. Maar een toerist die is een product. Ja, zeg maar, het is een product en vooral voor het binnenland. En op dit moment hebben we 5 werknemers, dus dat biedt ook werkgelegenheid voor anderen, niet alleen voor mij. Natuurlijk voor die ondernemer is het handel, voor ons ook handel, wij proberen bier te verkopen. Voor lokale Atjoni hier kunnen we het toerisme stimuleren. En we kunnen ook daarmee nog lege flessen terugkrijgen uit de markt.
Dus op alle aspecten is dit een win-win-win. Bacalhau.